Ja, Klaas Wels, vrijdag, de Graafschap. Ja, om 8:00, dan gaat het beginnen. Maar we kijken nog even terug naar Jong FC Utrecht. Mooie zege, met jonge ploeg. Wat vond je zelf van de wedstrijd? Verrast? Of heb je gezien waar je op getraind hebt? Nee, niet verrast. De wedstrijd had het verloop waar ik van tevoren rekening mee had gehouden. Het jongste MBV heb ik begrepen wat ooit in een competitiewedstrijd tussen de lijnen heeft gestaan. Nou, dat is natuurlijk ontzettend mooi dat jongens van 19, 20 jaar zich op zo'n podium staande kunnen houden. Tegen een eveneens jong FC Utrecht. Maar dat is uitstekend gegaan. Ik vind dat we de eerste 20 à 25 minuten ook heel goed aan de wedstrijd begonnen. En daarna kregen we wat problemen op de zijkanten met de overlap van hun vleugelverdedigers. Dat denk ik dat we dat de volgende keer beter kunnen invullen en moeten invullen met onze vleugelverdedigers in combinatie met de links en de rechts buiten. Maar net voor de rust, een minuut of 5, maken we een mooie afstandsschot. Goed voetballend doelpunt. Daarvoor hadden we al een mooie aanval waarbij we uiteindelijk besluiten om terug te spelen. En dat mis ik nog wel een beetje, het level om vooruit te spelen. Nou, dan ga je met een 1-0 voorsprong rusten. En na een uur hebben we ervoor gekozen om de wedstrijd op slot te gooien en om de 1-0 te consolideren. En te proberen het uit te bouwen met een spaarzame counter of met een goede tegenstoot. Nou, dat is helaas niet gelukt. We hadden 2-3 mogelijkheden. Echter was of de eindpaas of het schot was onvoldoende. Nou, ik ben ontzettend blij voor de jonge groep die we tot onze beschikking hebben. Dat we daar in Utrecht de resultaat hebben weten te halen. En dat is heel mooi om te zien. En met heel veel enthousiasme, heel veel strijd, heel veel bereidheid. Ja, en we weten met z'n allen dat de kwaliteit in wedstrijden nog omhoog zal moeten. Met bal, maar ook zonder bal in tactisch opzicht. Dus maar de 3 punten zijn binnen en dat is het voornaamste wat afgelopen maandag te doen stond. Ja, de Graafschap, we zeiden het net al, kampioenskandidaat. Vorig jaar 2 kandidaat niet gepromoveerd. 3-0 verloren van Roda. Die hebben iets recht te zetten. Ik kijk naar onszelf, ik kijk naar MVV Maastricht. En ja, ik vind dat de Graafschap met de begroting die zij tot hun beschikking hebben mee moet doen boven de bovenste 4 posities. Dat moet gewoon als je bij die club speelt of werkt. Ik ben afgelopen zaterdag geweest kijken. Ik heb een goed beeld gekregen van de ploeg. Hoe ze spelen, hoe ze druk zetten, hoe ze opbouwen. En ik denk dat we dat goed in beeld hebben. Nou, wij gaan kijken wat het beste is om voor ons daar tegenover te stellen. En ik ben ook benieuwd hoe onze jonge ploeg zich zal gaan houden. 2 wedstrijden in 5 dagen tijd. Weinig rust daartussen. En tegen de Graafschap, wat ik een goede ploeg vind. Met ervaring achterin. Met een uitstekend middenveld. Met diepgang met Opoku, die ik nog van mijn Oostijd ken. Maar ook met een prima voorhoede. En ook nog met wisselmogelijkheden. Waardoor ze zeker niet minder worden. Daarin heeft de trainer keuzes. En wij zullen onze jongens goed moeten voorbereiden op wat ons te wachten staat. Ja, pas je je aan op de Graafschap? Of zeg je nou, ik heb een eigen spelfilosofie. Daar ga ik vanuit. Wij passen ons nooit aan de tegenstander. In die zin, je houdt rekening met de kwaliteiten van de tegenstander. Maar je bent bezig bij MVV Maastricht, je wil op een bepaalde manier spelen. En dat doe je met Jantje, Pietje of Keesje. En de invulling zal verschillen. Heb jij een behoudende linksback of heb je een aanvallende linksback in je gelederen? Of tot je beschikking. Maar de grote lijnen zullen altijd hetzelfde zijn. Links en rechts kun je aanpassen op de kwaliteit van de tegenstander. Nou prima, dat zullen wij dan ook gaan doen. Echter denk ik dat wij overtuigd moeten zijn van de manier waarop wij werken, waarop wij willen spelen. En ik heb heel veel respect voor de kwaliteiten van de tegenstander. Maar ik kijk toch echt naar MVV Maastricht. Ja, vrijdag wordt ook weer een speciale dag. Hè? Als we rondom ons heen kijken, stoeltjes zijn nog leeg. Waren afgelopen seizoen leeg. Maar vrijdag zitten er wel mensen. Ja, gelukkig wel. Ik kijk ernaar uit om weer publiek te kunnen begroeten in het stadion. Sowieso hier in de Geuzels, maar in alle stadions. Want het spelen van betaald voetbal zonder publiek ontdoet het voetbal van ontzettend veel charme. En ik weet uit ervaring dat van de wedstrijd dat ik hier als tegenstander mocht zijn. Dat op de momenten dat het publiek achter de ploeg gaat staan, achter de club gaat staan. Ja, dat dan extra krachten los gaat maken voor MBV. Dus laten we hopen dat we dat heel vaak dit seizoen zo kunnen ervaren en kunnen beleven. En dat de mensen op de tribune heel veel plezier van de ploeg kunnen hebben.